eigenlijk zou ik gaan liggen. Maar ik heb toch besloten om lekker even gewoon een vlog te gaan editen. Ja. Nou, ja, ik heb wat tandpasta ook hoor. Twee repen tandpasta. Ja, oké, is goed. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 6 april 2021 en het is 9:12. Ja, en zoals jullie zien loop ik lekker met mijn meisje buiten. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Weet je waar ik niet tegen kan? Kijk, en dat er honden zijn. Allah. En mijn honden poepen altijd netjes in het gras. Maar ik moest net een heel stuk aan de kant. Omdat dat er daar ligt. Ew, precies midden op het voetpad. Ja. En nee, ik raam er niet op. Nee, ik er niet. Ik ben met mijn hond aan het lopen. Helleid, jij? Ja. Wij hebben dus gisteren deze 3D acryl liners gekocht. En bij de Action. Ik ben er nu even dan mee bezig, zoals je wellicht hier kan zien. Deze hele mooie steentje. Daar ben ik dus nou mee bezig. Maar ik wil deze dus niet aanraden voor mensen die dus reuma hebben. Zoals jullie weten heb ik dus zelf reuma in mijn handen. En ik moet hier nou zoveel kracht op zetten dat het gewoon mij pijn doet. Dus ik heb sowieso wat anders besteld. Die wordt tussen morgen en 16 april bezorgd. Dat zijn gewoon een normale acrylpennen. Dus als ik hier dus ergens een pen vandaag wat over zoals deed. Nou, hier en hier heb je dus een normale punt. Nou, en dat heb je daar dan ook gewoon dan een stift. Nou, en hier moet je dan zo erg in drukken. En dat gaat mij gewoon zeer doen. Dus voor mensen met reuma is dit niet aan te raden. En bij de Action vandaan kan je beter even bij een website kijken en daar bestellen. De eerste steen met 3D acryllijnen gedaan. Maar dat is inderdaad wat ik al zei. Geen aanrader voor mensen met reuma. Totaal niet. Nee, nou. Ik laat deze dus nu even drogen. Ja. Helemaal goed. Yep. Eigenlijk zou ik gaan liggen. Maar ik heb toch besloten om lekker even gewoon een vlog te gaan editen. Ja, ik ben moe. Volgens mij is dat ook echt gewoon van me af te lezen. Maar oké. Okay. Ja, ik ga weer verder met vlogs editen. Maar ik wil jullie gewoon even zien. Ja. Ja. En ik wil even praten tegen jullie. Ja. Anders wordt deze vlog ook weer zo saai. Maar we gaan weer vandaag sowieso weer naar de Action boodschappen doen. Action? Ja, naar de Action alweer. Ik heb wat op mijn lijstje. 2. Ik ben benieuwd of het gaat werken. Nee, we nemen jullie gewoon weer gezellig straks mee. Het is nu net 2:30 en ik moet om 4:00. Oh, nou, ik ga even vlogs editen. Ik zie jullie later. Ja, waar zouden we nu weer wezen? Net zoals gisteren in de Action. Ja, tuurlijk, in de Action. Wij lekker wel. Helemaal top. Dus wat we allemaal gaan doen, ik weet het niet. Wat we allemaal aan gaan schaffen, weet ik ook niet. Nee. Maar Rodi loopt deels achter me. Het is nou een beetje drukker dan gisteren en vorige week. Kijk, daar hebben we Ro hier staan. Yeah. Kriebel. Ja, ik sta in de lift en ik mag er weer uit. Ja. Dus even kijken wie er sneller is, hoor, Ro of ik. We gaan het meemaken. Ik zie Ro niet. Of Ro is er ook wel, maar dat weet ik niet. We stonden hier, hè? Ja, we stonden hier, ja.
Nou ja, ik ben er al wel. Alleen nam ik een stukje dikker weer oplopen. Stond er niet beneden, maar hier. En ik zie de auto alweer. En ja, we waren weer thuis. Al een hele tijd hoor. Ja, tijdje. Een tijdje, een hele grote tijd. Maar oké, maakt niet uit. Wij hebben dus onze boodschapjes gedaan. En we zijn, we zijn al een hele lange tijd thuis. Maar we gaan even jullie onze aankopen weer laten zien. Lijkt me heel leuk. Wil jij eerst beginnen? Lijkt me dat is leuk. Goed. Mooi. Prima. Top. Nou, ik heb even wat tandpasta gekocht. Twee tubes. Nou, twee repen. Nou, twee tubes. Twee repen tandpasta. Ja, oké. Is goed. Helemaal top. Wat noedeltjes. Ik weet niet of die lekker zijn, maar die waren goedkoop. Hoe goedkoop? 23 cent. 23 cent. Oké. Okay. Een hele mooie boxer. Een groene boxershort. En een elletje, oké. Okay. Hier. Een driehoek, onbreekbaar. Ga je kijken. Ja, dat is niet onbreekbaar. Nou, oké. Okay. En een Weather Station Nortec. Weet ik het. Dat is heel mooi. Ziet er mooi uit. Ja. En wat heb ik hier? Ja. Ik heb hier dus tweemaal Gel Link pennen. Die kun je dus ook weer uitgummen met aan deze bovenkant. Hé, hey, dat is leuk. Dan heb ik hier een hele mooie deurbel, een draadloze. Want de oude die gaat een beetje begeven, zeg maar. Ook handig. Dan heb ik hier dus nog een haarmasker. Dus dat wordt nog leuk. Dus hier ga ik nog een review over maken, sowieso. Heb ik ook nog twee keer haarampullens. Dat is dus voor anti-haaruitval. Daar ga ik ook nog een review over maken. En wat ook al heel oud is, dat is dit. Elastieke. Ja, dat is leuk. Ja, dat is grappig. Dus, dat heb ik dus gekocht. Dus ik ben er weer blij mee. En ik hoop jullie ook. Toch een beetje. Dank jullie wel voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even hier. Ja, ja. En kijk eventjes bij de i'tjes. Ook heel belangrijk. Doe het duimpje ook even omhoog. En laat een leuke reactie achter, want dan krijg je sowieso terug. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Dan blijf jij op de hoogte. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Dank jullie wel voor het kijken en doei doei!